Maar je werd wel 's morgens wakker om 5 uur van de eerste auto's die voorbij gingen. Dat kwam door de werkzaamheden aan de Dirk de Derde Laan in de Vlaardingse Westwijk. Maar de opbreking aan de rondweg is eindelijk voorbij. En Wil heeft het gehele proces op de voet gevolgd. Ik heb heel veel staan kijken van niets naar een mooi resultaat. En dat vind ik, dat vind ik wel mooi. Zeker voor deze wijk. Ik ben heel blij, want het is een hoop rommel geweest. Maar het is goed opgeknapt. Dus daar ben ik heel blij mee. Het is netjes nu. He? Rommel? Rommel, ja. Rommel in die zin van, kijk maar rond je heen. Alles, overal heb je opbrekingen. Daar liggen ze wat neer, daar liggen ze wat neer. Logisch, want ze moeten werken. En het is netjes. Ik vind het opgeknapt. Dus, het heeft heel lang geduurd. Te lang? Daar hebben ze tijd voor nodig. Dat snap ik best dat ik tijd nodig heb. Maar ik ben wel blij dat het open gaat nu. Dus je ziet het ook soms, dat mensen weten, komen ze daar of daar aan en dan moeten ze helemaal om. De Dirk de Derde Laan was niet het enige dat werd aangepakt. Ook de stoep en de parkeerplaats vlak voor de winkelstraat gingen op de schop. Over het contact daarin met de gemeente was niet iedereen even tevreden. Het is ook wel jammer dat de afspraken die gemaakt zijn, die ze niet nakomen, zeg maar. Dus dat ze dingen beloven die gewoon niet gebeurden. Dus dat is altijd wel een beetje jammer geweest. Wat was dat dan? Nou, over bijvoorbeeld dat de stoep hier klaar zou zijn in onze vakantie, dus in de grote vakantie. Ja, het moet nog gebeuren. Dus. Ja, onze klant zelf die komt natuurlijk gericht. Wij hebben natuurlijk als optiekzaak zijnde minder veel klanten als bijvoorbeeld onze buurvrouw met de bloemenverkoop. Ja, daar komen ze natuurlijk echt eventjes iets halen. Ja, als je niet kan parkeren, dan denken de mensen heel gauw van, nou, we gaan eventjes ergens verder weg. Omwonenden hopen dat de weg veiliger is geworden, want het was een echte racebaan volgens hen. Toch blijven daarover wel zorgen, doordat het nieuwe wegdek niet meer bestaat uit klinkers, maar asfalt. Ik denk dat het daarvoor erger was, want ik denk door die bloembakken juist ertussenin dat dat minder gaat worden. Dus juist fijn. Ik denk het wel, dat wel een beetje ophoudt. Soms als bij de bushalte, als we daar dan de bus stopten, dan gingen de auto's er nog omheen. En dat was wel gevaarlijk, want er was ook een zebrapad. En als je dan uit de bus stapt en je gaat het zebrapad over, ja, dan had je wel kans dat je omvergereden werd. Ik wil niet weten hoe hard ze hier af en toe over die Dirk de Derde Laan rijden. En ja, nu dat geasfalteerd is, ben ik benieuwd hoe dat gaat verlopen. Ja. Maar ik vind het er wel mooier uitzien. Het is wel mooi op geworden uiteindelijk. Dus het heeft wel een verbetering uiteindelijk qua aangezicht. Je zal heus wel mensen hebben die wat harder rijden dan 50. Aan de andere kant, ik heb het gezien hoe het met stenen dus achteruit gegaan is. Zeker met de buslijn die er overheen gaat. En ik vind het wat smal. Aan de andere kant, dat zal ze een doel hebben dat ze dus, ja, niet te hard rijden. Ze hebben nog wat heuveltjes erin gemaakt. Dus ja, toekomst zal het leren.